Waar zijn ze gebleven? De sporthelden van weleer. Mooie grasmat. Gezellig publiek. Ook voldoende publiek. En hele mooie wedstrijden gespeeld hier. Het was eigenlijk het tweede jaar van betaald voetbal in Nederland. Hè. En het eerste jaar, dat was toen na al die wrijving met de beroepsvoetbalbond. We gingen uiteindelijk samen. Het jaar erop, toen ging de KNVB uitbreiden. Toen kwamen er opeens 80 betaalde clubs. En ja, er kwamen derde klassers bij, tweede klassers bij. Maar Zwartemeer die kreeg het ook voor elkaar om aan de voorwaarden te voldoen. Emmen wilde toen niet. Zwartemeer die voldeed aan de financiële voorwaarden. En die werd al dus toegelaten. Zwartemeer komt uit in de tweede divisie. Rooske wordt als jongen van 22 overgenomen van Erikase Boys, ondanks dat er ook andere clubs belangstelling hebben. Er wordt 3000 gulden voor hem betaald. In Erika vonden ze dat natuurlijk hartstikke jammer dat ik hier naartoe ging. Maar ja, het was mijn toekomst dus. En ik dacht dus dat mijn toekomst hier zou liggen. En dat bleek later ook. En toen ben ik dus toch maar hier naartoe gegaan. Alhoewel ik ook wel naar Bekwiek kon, Groningen, Cambuur-Leeuwarden, FC Twente. Toen was het sportclub Enschede. En iets later naar DOS Utrecht. Je kon van het voetbalgeld niet leven. En ja, mijn zakelijke beslommeringen lagen hier in Klasinneveen. Hier verdiende ik veilig mijn boterham. Want Rooske heeft een winkel in huishoudelijke artikelen. En die winkel houdt hem zijn hele carrière in Drenthe. Hij speelde 14 jaar betaald voetbal en groeide uit tot een legende. Heeft in al die wedstrijden heeft hij 229 keer gescoord voor Zwartemeer Sportclub Drenthe. Competitie en beker en in na-competitie bij hem gegeven trouwens hoor. En dat is een kwart van het totaal. Dus je kunt nagaan hoe belangrijk hij was voor die club. Snel en een heel goed schot in de benen. Dat waren mijn voornaamste wapens. Ik was een erg bewegelijke spits. Dat zie je misschien op dit moment niet zoveel meer, maar ik was heel bewegelijk. Ik zwierf nogal. Ik was er midden voor. Wij hadden trainers. Je kreeg zoals ze nou begeleid worden, dat was toen niet. Je moest het zelf maar uitzoeken. Je kreeg wel theorie. En het werd ook weer gezegd, beter zus dan zo. Maar ja, verder kwamen ze dus ook niet. En dan gingen we dus, dan moest je het zelf maar uitzoeken. Dus mijn inzicht in die voetballerij was, een aanval over rechts moet ik op rechts zijn. Een aanval over links moet ik links zijn. En weer op tijd terug voor het maken van die doelpunten die ik dan altijd wel gezet heb. Hij is begonnen in het systeem met 5 spitsen, zeg maar, 5 aanvallers. Daar was hij de mid voor, de centrale figuur. En ja, het kwam allemaal op hem toe en hij maakte er wat van. En dat deed hij erg goed op dat niveau. Ja, het mooiste seizoen was natuurlijk toen we gepromoveerd zijn met, naar de eerste divisie. Dat was een prachtig jaar. En dat jaar daarvoor hebben we gespeeld om een plaats in de eerste divisie met Alkmaar, Roda JC en Hermes DVS. Het was ook een heel mooi seizoen. Toen hadden we denk ik de ploeg nog iets beter dan het jaar dat we gepromoveerd zijn. De laatste wedstrijd van de na-competitie trekt zo'n 12.000 bezoekers. Tribunes worden gemaakt van boerenkarren en strobalen. Dat was de eerste wedstrijd van de na-competitie. Die wonnen we toen met 1-0. Dat was zondags en woensdags kregen we AZ thuis. Waar toen de tijd ook maar 54 of zo was. En die wonnen we dus met 3-1. Hij was de speler die het deed. En je zou hem, naar mijn idee, kunnen vergelijken met een Mackay. Wel, hè, dat was ook uit alle standen schieten, hè, en er snel bij zijn. Met de paasdagen zie je wel. Het was zaterdags voor Pasen een uitwedstrijd en tweede paasdag kwamen ze hier. En toen wonnen we beide wedstrijden nog een fors en maakte ik 7 doelpunten in die beide wedstrijden. Ik denk ook dat hij
als je de vraag moet beantwoorden, zou hij het in de hogere regionen bij grote clubs hebben gered. Misschien wel eens in zijn nadeel gewerkt hebben dat hij een jongen van de provincie was. De altijd ondergewaardeerde Kooltje is die van het ter ziele gegaan naar Sportclub Drenthe. Tony Roosgen. Lag ook aan hemzelf. Zou een grotere carrière hebben gemaakt als hij niet zo aan Klasinevin en zijn winkel in huishoudelijke artikelen was gehecht. De tribune was er, staat altijd vol. Ja, die tribune was er. Hij is opgeknapt, maar het was dezelfde tribune. Het was een heel gezellig veld. In goede tijd veel publiek eromtoe. Ja, dat was heel mooi. Wij kwamen bij Amsterdam, als we dan met de trein naar ZRC of KFC, dan gingen we voorbij Amsterdam. En Klaas Snip en ik, we stonden dus, dat kun je nog voorzien, op een topscorerlijst. Maar toen stonden die supporters van Ajax, toen de tijd al. Snip en Roosken, die halen we naar Ajax toe. Dus, en ja, dat zijn dan supporters. En ik denk ook dat dat misschien wat te hoog gegrepen was. Maar dat kun je dus, dat weet je niet eerder als je eraan begint. Dus als ik gewoon in loondienst geweest was, ergens, dan had ik het misschien nog wel gedaan. De eerste paar jaar, of het eerste jaar denk ik, was 600 gulden. Later werd het 1500 gulden en er kwamen dan wat premies overheen en zo. En nog veel later, toen was het dan Sportclub Drenthe, werd het nog weer wat meer, maar ik kan zeg maar 2500 euro gulden of zo. VV Zwarte Meer wordt Sportclub Drenthe. Rooske speelt 14 seizoenen betaald voetbal, maar in zijn laatste seizoen is hij vaak geblesseerd. Nou, hij was al een aantal jaren was hij van plan om te stoppen, maar hij werd steeds weer overgehaald om toch maar, hij had natuurlijk ook erg clubtrouw, om toch maar weer een jaartje door te gaan. En alhoewel hij nooit 100% fit meer werd de laatste 4-5 jaar, deed hij steeds nog maar weer mee. En het laatste seizoen heeft hij ook nog weer meegehobbeld. Ik geloof dat hij in het laatste jaar maar 2 doelpunten meer gescoord heeft, maar hij wachtte tot het einde toe wel bij. Qua voetbal kon het nog wel, ging het ook nog wel. Maar ik kon het mentaal slecht opbrengen om die verre wedstrijden naar RBC en Kerkrade, Roda, die zat toen ook. En zoveel van die ploegen, Heerenveen, Cambuur, die zaten allemaal bij ons in. Maar dat viel mij toch, dat vond ik een mentale toestand eigenlijk. Maar dat duurde mij allemaal veel te lang. In 1971 wordt het betaald voetbal gesaneerd. Sportclub Drenthe verdwijnt. De gemiddelde in het laatste jaar was 902 toeschouwers. Dat was het seizoen 70-71. Ja, dat vond de KNVB geen basis meer om verder te gaan. Financieel was het misschien niet zo'n probleem geweest om een paar jaar door te gaan. Maar 13 ploegen moesten er toen uit. Uiteindelijk werden dat er 9. Maar door allerlei fusies was 9 clubs was het genoeg. Maar daar was Sportclub Drenthe bij betrokken. Dus, Jan Hof heeft nog steeds moeite met het feit dat in 1971 Sportclub Drenthe is weggesaneerd. Ik vond het een volkomen verkeerd besluit. Ik vond het een onjuiste beslissing. En dat wil ik nog steeds graag handhaven. Voetbal leefde in die omgeving. Het was een goede zaak dat in Drenthe een profclub aanwezig was. Semi-profclub toen nog steeds. En ja. Voetbal, dat was mijn... Dat was mijn leven verder. Ja. Ja. Ik heb er veel voor moeten doen. We hebben hard moeten trainen. En ook wel bepaalde dingen dat ze zeggen, je bent hartstikke gek om achter die bal aan te lopen. Ga met ons mee zaterdagavond. We gaan hier naartoe, we gaan daar naartoe. Maar ik had dat feitelijk alles voor die voetballerij over. Voor die sport. En dus ik stelde meer prijs op, op die wedstrijden zondags dan dat ik ergens naar een discotheek of zo ging. Ik had dat niet willen missen verder. Prachtige carrière.